Annabel en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien zijn we eindelijk weer samen een video aan het opnemen. Het heeft alweer 3 video's geduurd, ja, terwijl je eigenlijk maar 2 weken weg was. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel erg leuk om weer samen een video op te nemen. En dit wordt een iets persoonlijkere video. Ja. Want wat we hebben gedaan is, we hebben laatst via Instagram Stories de sticker vragen gebruikt. En wat we daar hebben gedaan is jullie gevraagd een statement of een stelling achter te laten bij ons. En dat wij die dan gaan lezen en beantwoorden. En jullie laten weten van, is die statement waar of niet waar? Mocht je ons trouwens nog niet volgen op Instagram, mijn username is Tarenverbon. En Larissa heet Larissa Verbon. Dat is niet heel erg moeilijk trouwens. Gewoon onze voor- en achternaam. En volg ons daar zeker ook eventjes als je ons nog niet volgt op Instagram. Dat zouden we heel erg leuk vinden. En natuurlijk hopen we ook dat je al een abonnee bent op ons YouTube kanaal. Zo niet, klik even op die abonneerknop. En dan gaan we nu verder naar de stellingen. We hebben er een aantal uitgezocht. We konden ze niet allemaal gebruiken. We hebben wel een paar leuke uitgezocht die we gaan behandelen in deze video. Jullie zijn 4 dagen per week samen. 4 dagen? Dat is best wel specifiek ook. Ja, hè? Best wel specifiek. En wat is het antwoord? Nou, ik zou eigenlijk zeggen, je best wel ja, waar. Ja, dat klopt. Ik denk het wel. Ja. Ik denk, want we wonen dus niet samen. Ik denk dat is toch nog wat sommige mensen denken. We wonen apart van elkaar, maar wel dicht bij elkaar. Ja, en we komen ook echt samen om een video op te nemen of om samen te werken. Dus vandaar ja, dat om we foto's dat te maken. En ik denk dat 4 dagen wel klopt. Want we hebben vaak wel het weekend echt voor onszelf. Mm-hmm. Soms zien we elkaar nog wel aan het weekend, maar vrij zelden op zich. Ja, het is meer zo van, oh, ik ben hier ook toevallig of zo. Ja, en dan 1 dag in de week werken we vaak ook wel thuis. En dan inderdaad de rest proberen we wel zoveel mogelijk samen te doen. Als Serena geen YouTuber was geworden, dan waren jullie ook niet begonnen. Dat vind ik wel echt een hele goede stelling. Ja. Ik heb echt geen idee. Het is heel lastig te zeggen inderdaad. Het zou 2 kanten op kunnen gaan. Het zou zeker inderdaad waar kunnen zijn. En zou het zeker ook niet waar kunnen zijn. Ja, de. Ja. Nee, maar ik bedoel van, ik heb niet echt een antwoord nu van ja of nee. Zeg maar, het kan allebei zijn. Ja, we kunnen geen antwoord op geven omdat het natuurlijk niet het geval is. Maar ik denk dat er best wel een grote kans is dat ik dan misschien. Ja, het is zeg maar niet zo. We zijn gaan bloggen omdat Serena blogde. Want ze had het echt letterlijk gevraagd van, is dat ook niet wat voor jou, Tara? Maar met video's is dat niet zo specifiek en duidelijk gegaan. Nee. Ik bedoel, Serena was wel een jaar eerder met video's maken. Ja, maar YouTube was in die tijd gewoon heel anders. Ja. Het was niet zo van, ik word een YouTuber. Het was gewoon, ik zet wat filmpjes online. Totdat we erachter kwamen dat het een, dat je ook met je kijkers kon communiceren of zo. En we hebben ook niet hetzelfde soort video's of zo destijds gedaan. Want zij deed best wel wat beauty en tutorials eigenlijk. En wij deden meer mode eigenlijk. We deden heel veel lookbooks, toch? Ja, heel veel. Het heeft denk ik wel verband, maar niet super direct. Maar wie weet inderdaad als het nooit was gebeurd. Maar we zijn heel erg blij dat we wel YouTuber zijn. Het klinkt zo raar. YouTuber. Vlogger. Jullie kunnen allebei heel goed tegen pittig eten. Ik snap wel de aanname, want we zijn Indo's. Het is een soort van ongeschreven regel dat je dan tegen pittig eten moet kunnen. We hebben natuurlijk wel die spicy noodle challenge gedaan. Ja, oké. Die ging op zich best wel goed. Maar ik weet niet, ik hou van pittig. Maar het moet niet zo pittig zijn dat ik de smaak niet meer proef. Ja, precies inderdaad. Dat is echt too much. Maar we kunnen het wel redelijk aan. Het is ook niet dat we dagen buikpijn of zo krijgen. Of dat je helemaal bezweet bent of knalrood. Dat valt ook nogal mee. Nou, ik kan wel echt zweten van echt heel heet eten. En ik kan ook wel echt goed naar de wc gaan als ik echt te heet heb gegeten. Dat gaat wel eens mis, hoor. Ja, maar ik denk dat we bovengemiddeld best wel goed tegen pittig eten kunnen. Maar het is zeker niet iets van, als het niet pittig is, dan eet ik het niet of zo. Of dan lust ik het niet, ja. Jullie willen eigenlijk solo gaan. Ja, ik denk van niet. Nee, dat klopt niet. Ik ook niet. Ja, natuurlijk hebben we er altijd wel een keer over nagedacht. Hoe het is om solo te gaan. Van zal ik solo gaan? Maar eigenlijk zijn we het allebei over eens dat we het gewoon gezellig vinden om het samen te doen. En dat heeft ook zeker wel echt zijn voordelen. Ja, want je kan op heel veel dingen, zoals nu, dat we samen de video maken. Dan verdeel je ook een beetje de taken. Van de een doet de microfoon, de ander doet de opstelling van de camera. Maar ook gewoon als je naar events gaat, een stuk gezelliger om iemand altijd mee te kunnen nemen. Ja, ik heb altijd Tara die een foto van mij kan maken. Ja. Zeg maar, ik heb eigenlijk altijd mijn persoonlijke fotograaf bij me. Mm-hmm. Maar ook gewoon dingen als
ideetjes overleggen. Of weet je wel, je kan alles gewoon overleggen. Je hoeft niks in je eentje te beslissen. En dat is soms wel echt heel erg fijn. Ja, want het is wel heel erg fijn om toch nog wel wat mensen om je heen te hebben in hetzelfde vakgebied. Soms missen we nog meer collega's af en toe, denk ik. Yep. Want het is wel echt heel fijn om te kunnen sparren in deze wereld. En als je alleen bent, dan kan dat dus niet. Maar het grootste nadeel is dan denk ik wel dat wij de inkomsten moeten splitten. Wat heel veel mensen soms vergeten. Dus dat wij, als je het vergelijkt met iemand die het in zijn eentje doet. Die krijgt natuurlijk gewoon het bedrag en wij krijgen 50%. Larissa was vroeger een emo / alto. Vind ik echt een hele grappige vraag. Het is één vraag. Of een stelling inderdaad. Ik denk wel dat je het zou kunnen zeggen. Ja, in die tijd was het niet cool om te zeggen ik ben emo of ik ben alto. Het gewoon. Ja, inderdaad. Oké, ik was het gewoon wel. Of in ieder geval, de stijl had ik, ja. Ik had echt een super dunne haar en dan het heel kort en dan zo omhoog. We laten anders jullie wel bepalen. Dan voegen we nu wat foto's toe van Larissa vroeger uit de MySpace days. Ja. En mogen jullie zeggen of deze stelling waar is of niet? Ik zeg ja. Hij is waar. Ik zeg ook wel ja. Tara heeft ooit gehad met een van Larissa's ex-vriendjes. Nee, dat is echt niet waar. Ik denk ook niet dat ik ooit met de ex van jou of een ex van Serena zou daten. Nee. Serena zijn sowieso allemaal te oud. En dat is echt, ik vind dat echt een soort van, dat kan niet, vind ik. Dat sowieso, is het ongeschreven regel. Ja, en als het wel zo zou zijn, zouden we hier niet zitten nu. Dan was het gewoon klaar, denk ik. Ja. Ik vind het wel heel mooi hoe deze statement is bedacht. Ja, ik ben wel benieuwd. Tara is jaloers op Larissa's lichte ogen. Ik denk het wel, toch? Want ik heb je daar wel eens over gehoord. Het is een beetje, ik ben niet zo'n fan van het woord jaloers. Want ik heb het idee dat het een beetje misgun is. Maar ik zou echt heel graag lichte ogen willen hebben. En natuurlijk, bruine ogen hartstikke leuk. Maar groen is toch wel echt heel bijzonder. Vooral groen ook. Blauw is ook mooi. Maar volgens mij is groen toch heel bijzonder. Ik denk dat blauw heel apart zou zijn. Als je donker haar hebt en blauw haar, dat is nog zeldzamer. Blauwe ogen, ja. Of sorry, blauwe ogen. Volgens mij is dat nog zeldzamer. En misschien zelfs een beetje eng. Ja, ik denk het wel. Ik weet niet of het zou staan. Maar een vriendinnetje van mij die heeft bijvoorbeeld donkerblauwe ogen. En dat zou ik echt super vet vinden. Maar goed, dat gaat allemaal niet gebeuren natuurlijk. Maar ja, ik vind ze heel erg mooi. Sylvester was al overleden tijdens jullie weekvlog. Maar jullie wilden het nog niet zeggen. Dat is niet waar. Ik moest wel eventjes terugdenken van over welke weekvlog ging het. Maar een tijdje geleden heb ik natuurlijk in een weekvlog aangekondigd van het gaat niet zo goed. En volgens mij hebben we daarna een tijdje niet geweekvlogd. En toen ging het ook niet zo goed. Best wel een slechte week gehad. Toen is hij overleden. En toen heb ik ervoor gekozen om niet een aparte video erover op te nemen. Of het echt heel duidelijk te zeggen. Omdat ik daar gewoon niet klaar voor was. Ik heb het wel op Instagram dus gezegd, maar ik heb het niet bewust niet verteld omdat ik het niet wilde, maar meer denk omdat ik het niet kon. En ja, ik heb het zeg maar wel uiteindelijk, nee, ik heb het eigenlijk inderdaad helemaal niet gezegd in een video. Ja, misschien alleen de comments heb je het gezegd. Maar ja, ik wilde niet dat het weer een hele huilvideo zou worden. Het was nogal intens, maar nu, ja, als je het gemist hebt, hij is er dus niet meer. Oh, een taartje. Ik ben zo stom dat ik elke keer als ik eraan denk, tuurlijk komt het toch weer omhoog. Tuurlijk ben je niet stom, dat is gewoon heel normaal. Er is bewijs van Larissa die aan het wildplassen is op een rots in Mykonos. Ja, is er bewijs? Is er bewijs? Is dat waar? Ja. Oké, nou dat waren de statements voor deze keer. Ik vond het superleuk om te zien wat jullie eigenlijk dachten over ons. En of die inderdaad waar of niet waar waren. Dus als je iets hebt van ik vind het ook heel erg leuk. Ik wil ook gewoon wat dingen tegen jullie zeggen of aan jullie vragen. Daar is Instagram echt een heel goed platform voor. Mm-hmm. Want daar zijn we heel vaak. Je kan ons daar via onder onze foto's komen stellen. Of gewoon via onze privé messages. Dus ik zou zeggen, volg ons ook zeker op Instagram als je dat nu op dit moment nog niet doet. Is heel erg gezellig. Ja, en je kunt natuurlijk ook gewoon een reactie achterlaten hier onder deze video. We proberen ook gewoon alles te lezen daarvan. Mm-hmm. Over die Instagram direct messages trouwens. Ik ben daar niet heel snel op, maar probeer ze wel altijd te checken. Ja. Eventjes dat je het weet dat ik je niet negeer als je niet meteen een reactie krijgt. En nou, geef deze video een duimpje omhoog als je hem weer leuk vond. En ja,
zien we je denk ik weer in de volgende video. Doei! Doei.